Hey kijkers van mijn kanaal, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van World of Warcraft. En wordt dit dan de aflevering die we level 20 halen? Ik ben zo zenuwachtig. Zal het hem worden? Ik denk, het moet wel. Dit moet hem worden. Oh shit, dames en heren, level 20 worden. Wat een... Oh, ja. Geloof me, alles verandert dan voor ons in World of Warcraft. Echt, oh shit. Oké, die gaat... Nou, oh, wacht. Oké, oh nee, hij heeft me gezien. Laat maar, dit gaat niet meer werken. Oh nee. Hij had me niet gezien, wat? Hoezo dacht ik dat hij me zag? Oké, hij is dood. Nu even die minion. Dat moet niet al te moeilijk zijn. Zo, en als jullie ooit naar Barlock vechten, om World of Warcraft heb ik één tip voor je. Dood zijn imp, gelijk. Net als bij een shaman. Gewoon zijn totems gelijk kapot maken, want die doen gewoon de meeste. Ik bedoel, dan kan hij zichzelf blijven healen en zo. Dan kan hij al die dingen doen die hij wil doen voor zichzelf. Oké, wie de fuck zijn die... Naakte mannen. Jee, er rennen alleen maar naakte mannen rond hier zo. Dat is raar. Waar lopen er alleen maar naakte mannen rond? Holy shit. Oké. Nou, even doen. Misschien wordt World of Warcraft wel meer vrouwelijke spelers. Ik denk van niet. Want World of Warcraft heeft misschien zelfs wel meer vrouwelijke spelers dan mannelijke. Geen grap, dames en heren. Ze hebben heel veel vrouwelijke spelers namelijk. Oké, wat is dit dan? Maar hier ben ik toch al geweest? Ik heb hem al verslagen. Wat is dit? Ik heb hem toch al verslagen in de vorige aflevering? Dit is bullshit. Maar oké. We accepteren. Oh, even deze. Doen we even onze dodge-kansen omhoog. Zo. Doen we even deze aan. Zo. En dan gaan we hem even lekker in zijn kont pakken. Lol. Oké. Dit gaat goed, denk ik, tot nu toe. Hoppakee. Kill hem. Oh, stoot hem. Hier, waar ik het net over had. Hè. Totems kapot maken. Altijd doen. Oké, zien jullie een totem staan? Ik zie er geen eens staan, gelukkig. Wow, die kill die doet geen damage bij mij. Hij zit te focussen op hem waarschijnlijk. Waarschijnlijk houdt hij wel van naakte mannen, by the way. Jezus, maar dat valt wel te zien. Ah, hij is easy. Hij focust alleen maar op hun twee, joh. Oké, hij is dood. Hoppakee, die is dood. Oké, dan hebben we dit gehad. Kunnen we deze eindigen. En we zijn level 20, dames en heren. Oh, shit. Oké. Kijk al die nieuwe dingen. Oh, snap. Allemaal nieuwe aanvallen hebben we. Oh, shit. Oh, god, hij is weggespand. Oh, shit. Oh, wow. Nieuwe dungeons. Alles, joh. Het rijden. Oh, ik zei het toch. Dit is het begin van iets heel, heel groots waarschijnlijk. Wat is dit dan? Coach. Ah, die is best goed. Kunnen we iemand potionen? Oh, dames en heren. Ik ben echt hyped nu. We gaan gelijk naar die ene toe waar we gewoon het rijden kunnen halen. Dan kunnen we op mounts rijden. En geloof me, dan hoeven we nooit meer te lopen. Oh, mooi dit. Oh, super. Het is gebeurd. We zijn level 20. En het begin van een heel groot avontuur gaat nu beginnen. Wauw. Echt gewoon wauw. Leuk. We zijn level 20 en we gaan lekker door. Oké. Even kijken hoor, ik wil altijd eerst even kijken hoe je dan allemaal Goldshire zijn, een beetje van... Ja, oké. Okay. Oh, nee, we gaan niet duelleren. En kijk, dames en heren, al deze dingen kunnen wij ook op... Nou, niet alle. Maar op de meeste kunnen wij ook op rijden dan. Oeh, de Darkmoon Fair is er weer. Daar zijn we wel eens een keer geweest. Willen jullie daar nog een keer heen gaan? Nee, ik wil niet. PvP, zullen we daar nog een keer heen gaan? Ik weet niet, denk het niet. Ik denk van niet. Ik denk niet dat dat leuk is. Ga nou eens laden. Laat alles even World of Warcraft. Kom op, Blizzard. Laden. Naar computer. Oké, nee. Hij gaat niet laden, blijkbaar. Oké, dan gaan we wel... Is er een... Oh, nee. Zeker zo'n... Zo'n vermomming van... vermomming. Van zoiets. Van een troll. Even kijken. Waar moeten we heen? Niet hierheen. Iets voor de Logging Camp. Daar moeten we heen. Oké, die adelaar die is nog niet gespant. Ik bedoel, ik speel heel weinig World of Warcraft nu, dames en heren. Ik speel het alleen als ik kan opnemen nu. Dus vandaar dat hij een beetje laggy is. En zo. Mijn computer die is er niet echt, heeft geen... die speelt er niet elke dag. Mijn computer denkt, hey, één keer per week, dan vergeet hij gelijk. Maar als je elke dag speelt, dan weet hij precies wat hij moet doen natuurlijk. En heeft hij nu niet. Maar oké. We gaan nu lekker vliegen. Het is dichtbij gelukkig, dus we hoeven niet zo heel lang te vliegen. Even kijken of het op de map staat überhaupt. Nou, zoals mijn map nog niet laden. Dan weet je hoe erg het is. Oké, ja, kijk eens aan. Daar is het al.
Dan moeten we hier zo, moeten we deze quest even doen. Dat is volgens mij alleen maar een quest dat we moeten accepteren en zo. Dan kunnen we leren paarden rijden en zo. Gewoon rijden op dieren, dus dat is super hard. Ik heb wel een paar vette mounts waar we op kunnen rijden. Ik kan jullie ze even allemaal laten zien. Dus deze aflevering gaat weinig quest worden. Maar veel laten zien en zo eigenlijk. Nu wil ik 20 zijn. En ik wil zelf ook wat dingen onderzoeken van mijn nieuwe aanvallen natuurlijk. Want we willen even kijken of ze goed zijn en zo. En misschien kunnen we die dan gebruiken, want ik ben niet zo heel erg slim met roken. Ik ben daar echt niet zo slim mee, nee. Oké, okay. Dan gaan we hier en ik hoop dat we genoeg gold hebben om het überhaupt te kopen, dames en heren. Oké. Okay. Oh, we hebben te weinig gold. Nee, we komen 52 tekort. You gotta be kidding me. Oké, geen probleem, geen probleem, geen probleem. Mos, denk ik. Oké, we hoeven geen paard te kopen gelukkig, die hebben we al. Oké, we gaan even wat dingen verkopen. Oh shit, hé, die dingen die zijn echt geen ene drol waard, hè. Die kunnen we verkopen. Die kunnen we verkopen. Oh nee, deze niet. Deze is beter nog wel. Deze is nog beter zelfs dan eentje wat ik nu heb. Ja, die kunnen we ook verkopen. Oh, die is best wel veel waard op zich. Twee. Die, deze is beter. Waarom heb ik die dan? Nee, ik heb hem verkocht. Terug. Ik heb hem verkocht. Oké, zo. Die kunnen we wel verkopen. Zo. Dit kunnen we natuurlijk verkopen. Dit kunnen we verkopen. Kunnen we dit verkopen? Ja, dat kunnen we wel verkopen. Kunnen we dit verkopen? Ja, dat kunnen we verkopen. Ja, laten we dat ook maar verkopen, hè. Dit. Oké, gaan we komen dan nu dichtbij. Ik weet niet hoeveel ik nodig had. Volgens mij... Nee, 60. Ah, shit. We zijn over de helft. Maar ik denk niet dat we het gaan redden. Oké. Die kunnen we verkopen. 22. Oeh, die is beter. Ik wil wel zo goed mogelijk gestackt zijn, dames en heren. Dus ik kan niet dingen verkopen wat mij... wat beter is voor mij om aan te hebben. Ik wil wel gewoon het meest hoge aan hebben. Oké, die kunnen we verkopen. Nou, die hebben we al sinds level 1 zijn en die stond niet van waar. Nou, die kunnen we ook wel verkopen. Ja, die pumpkins heb ik ook vrij weinig aan, denk ik. Dus die verkopen we ook. Even wat dingen verkopen, dames en heren. En, oh shit, we komen nu wel heel erg bij. Shit, man. Zometeen hebben we het gewoon net niet, hè. Dat zou echt lullig zijn. Maar, oh nee, we hebben niet genoeg. Shit! Fuck my life. Wat gaan we nu doen? We kunnen de quest even eindigen. Maar, dan moeten we helemaal terug. Dit is een cave quest. Nou, dat gaan we niet worden dus. Lindsay verslaan. Als we Lindsay verslaan, krijgen we wel. Maar dan hebben we nog steeds niet genoeg, wel. Nou, volgens mij hebben we dan wel genoeg. We kunnen Lindsay verslaan. Lindsay, je moet verslagen worden. Hopelijk kunnen we Lindsay verslaan. Oké, we moeten even weer een heel stuk vliegen, dames en heren. Dat hoort erbij, hè? Dat hoort erbij. Lakeshire Red Ridge, moeten we daar weer helemaal terug heen. Oh. Waar is het hier zo? Westfall. Lakeshire. Oh, het is heel dichtbij, man. Het is nog dichter bij dan Coldshire. Jeeje mee. Lindsay, we gaan vechten met elkaar. Volgens mij is dit een pet battle. Dus Jan Willem, heette die volgens mij, gaat vechten, dames en heren. Holy shit. Jan Willem gaat zijn eerste gevecht krijgen met een ander. Oh, snap. Jan Willem, oppassen, jongen. Zo, Jan Willem kan hier niet levend vandaan komen, dames en heren. Dit kan de laatste keer zijn voor Jan Willem in onze serie. Dus hopelijk, ik wens Jan Willem heel veel geluk. Ik heb heel veel vertrouwen in hem. Kijk naar hem. Zijn naam ook, Jan Willem. Ik bedoel, dan denk je gelijk van, wow, hij heet wel Jan Willem. Niet fuck met hem, hij heet Jan Willem. No, I don't fuck with you. Oké, laten we maar gelijk even een quest accepteren. Zo, ik heb hem geaccepteerd. Ja, nou, jezus, was dat nou zo moeilijk. Maar ja, Lindsay. Lindsay is een kind. Dit wordt easy. En anders trappen we daar gewoon. I only caught two rabbits. Now I have lots. Oh, stoer, jongens. Zou ik ze allemaal vermoorden of zo? Hier. Je konijn. Hier. Bam. Nu is hij dood. Hey. Nu is hij dood, Lindsay. Ben je nog steeds zo stoer nu? Nee, nu ben je niet meer stoer, hè? Domwijf. Oké, thank you. Can take me in the back. Oké, we gaan vechten met een kind. Let's rumble. Oké. We gaan dit kind helemaal kapot maken. Hoezo kan ik niet beginnen?
You must equip a pet. Oké. Jij gaat eerst. Oké, wie is daarna als hoogste? Orange Tabby Cat. Jij gaat ook? Oké, ik doe echt nooit pet battles op mijn normale account. Dus ik heb echt hele lage. Heb ik geen eentje die hoger is dan level 1 gewoon? Fuck maar uit. Lions ballon! Nee, grapje, die kan me niet doen. Hoe kom ik daar überhaupt aan? Hoe kom ik aan een ballon? Ik weet wel dat ik hem heb, maar ik weet niet hoe ik hem kom. Terro Hatchling. Ah, die is wel vet, dus doen we die. Denk ik. Die is niet slim blijkbaar. Requires pet level. Leave Q. Ik wil niet Q. Oké. Kom maar op, Lindsay. Kom maar op. Oh, we gaan dit bij zo'n de kont nemen. We gaan het zo'n de kont nemen. Oké. I won't go easy on you. Ja, wat denk je nou, joh? Met je paaskonijn en roze bedoel ik. Oké, deze het beste tegen haar. Kom op, Jan Willem. Oh, lekker hoor, Jan Willem. Die deed. Oh, god, en Jan Willem is gerekt. Die kreeg getrapt tegen zijn kop, jongens. Zo, de UA. Switch pad. Ja, we gaan even switchen. Switchen. Deze is goed. Deze. Oké, onze oranje poes komt. Oké, oh god, hè, mijn hond wordt helemaal gek. Ik zei poes natuurlijk. Oké, doen we deze. Oké, let go. Oh, jongen, die konijn is in de kont genomen door die. Zo, de UA. Waar is die nu? Oké, laten we deze doen. Ik weet niet wat dat doet, maar oké. Miss, ja. What the fuck, man? Hoe kan die konijn dat? Hoezo kan ik dat dan niet? Oh, lekker voor je, rotkonijn. Azemmel. Oké, doe maar deze nu. Hoppakee, die konijn is dood. Lekker dan. Doei, konijn. Doei. Why did you... Oh, god, ik heb een konijn vermoord. Oh, don't... Oh, ja, wat denk je nou, je bitch? Ja, ik zei je toch... Ik heb Lindsay gewaarschuwd, dames en heren. Ik zei nog zo tegen haar... Ik ga je konijn afmaken. Je gaat hem nooit meer terugzien. En ja, nou, nu is ze dood. Oké, okay. Oh god, hij gaat niet goed voor onze kat. Oh, en hij is dood. Nice. Lekker dan. Oké, okay, held erbij. Max kappen. Dat is mijn hond. Even zorgen dat hij gaat kappen nu. Oké, okay, lekker hoor. Jezus, man. Dit is... Jezus, man. Er komen allemaal konijnen opeens. Komt zo over konijnen dan. Oké, okay, hopelijk doen we deze. Zo. Oké, okay, dan mooi. Komen er weer allemaal konijnen? Wat is deze boosje? Oké, dood. Gewonnen. Easy, Lindsay. Mommy, they mean. They didn't get me win. Snel wegrennen. Haar moeder komt. Oh, nee, niet. Even, oh, kijk, het poesje. Dat is geen poesje meer, dat is een tijger. Oké, complete quest. Leuk met je gevochten te hebben, Lindsay. Ja, gaan we weer een pet battle? Ik wil niet nog een pet battle, Lindsay. Ik ben nu wel klaar met je. Oké, okay. Oh, Jan Willem is level 5. Lekker, Jan Willem, lekker. Hebben we nog niet genoeg? Pot, verdik mee. Weet je wat? Ik ben klaar met deze aflevering. Oké, dames en heren. Ik wil jullie allemaal graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering van World of Warcraft. Vond je nou leuk? Belonen. Alsjeblieft. Met een blauw duimpje. En klik op abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe World of Warcraft. Bedankt voor het kijken. Doei!